President Santokki is in Nassau, Bahamas, aangekomen voor de derde Afro-Caribbean conferentie, georganiseerd door de Afriximbank uit Nigeria. Na een ceremonieel ontvangst op 11 juni had het staatshoofd een langdurige ontmoeting met de president van Afriximbank, professor Benedict Orama. Ze bespraken investeringsmogelijkheden in Suriname met focus op de olie- en gassector, toerisme, vastgoed en landbouw, evenals schuldherfinanciering. Een handels- en investeringsmissie naar Suriname is gepland voor juli of augustus. Tijdens de conferentie wordt gefocust op investeringen in de productiesector en versterking van de samenwerking tussen Afrika en de CARICOM-landen. President Santokki zal ook deelnemen aan een panel met andere CARICOM en Afrikaanse leiders om toekomstige samenwerking te bespreken. De conferentie begint vandaag en wordt zaterdag afgesloten.